De rest mag niet naar binnen. Het is heel druk om mij heen. Niet zien waar hij naar binnen gaat. Ja, inmiddels is de foto naar binnen gegaan. Het is een uniek moment om zo aan te geven. De advocaat de heer kan haaien. Gaat op dit moment. Ja. Vandaag is de zaak tegen de heer Desi Boutersen voor de krijgsraad in verzet gestart. De veroordeelde die nu met alle rechten van een verdachte het nieuw proces kan beginnen is verschenen. Dat is heel belangrijk, want daarmee is dus de zaak officieel begonnen. Vandaag is er niks gebeurd. Vandaag is alleen dat verzet vonnis, de schorsing daarvan, is bevestigd vandaag. De rechter heeft aangegeven dat er geen inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden, omdat een van de leden van de krijgsraad verhinderd is. Daar was wel iemand anders voor in de plaats, maar omdat het een andere rechter was, vond de krijgsraad het beter om de inhoudelijke behandeling te beginnen op 31 maart. I will die. Original. Even dan doe moeilijk. Wat doe moeilijk is er aan de hand? U bent helemaal in vol ornaat op weg naar de krijgsraad. Wat gaat er nu in u om? Wel, wat er altijd in me omgaat, alles komt wel op zijn plaats hoor. Hij is verschenen in militair tenue. En een heel groot achterban. Nou, eigenlijk is de. Of niet eigenlijk, de persoon Desi Boutersen is gedagvaard. Hij heeft het presidentschap meegesleept. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Dat is jammer, want daarmee heeft hij het presidentschap. Want men maakt vaak de fout door te denken dat de persoon president is. Nee, de heer Boutersen is geen president. Hij draagt het ambt van president. En hij heeft dat ambt meegesleept vandaag. Dat is op zichzelf, vind ik, te betreuren. Want daarmee besmeurt hij nodeloos dat ambt. Maar nogmaals, ik kijk er positief naar. Hij is verschenen. En dat betekent dat hij de rechtsmacht, oftewel de jurisdictie van de krijgsraad erkent. En dat is positief. Na eerste lezing samigo na hof. En moet hij goed zeiden. De man spreekt wat verstek van ons uit, wat verstek van ons. Dat wat dat heeft me nog go. Dat de man omega af van ons. Tjes karakter. Bedankt heren. Me heb verantwoord toe. En me wil go en overspreek de regels. Me heb katten dien in wan verzet. En dat wan takkie. Me no
de eens naar Sansai tak de pelik van ons. Mi no de eens. En mi wan go tegen rechter. En het moment is dat mi verschijnt dat we dat wan taki een heel proces voor om een jaar en bij je opnieuw bakken. Of de heer Bouters bij de volgende zitting weer aanwezig moet zijn. Dat weet ik nu niet. Dus niet, daar was de rechter niet duidelijk over, hè? Dat ga ik later met hem bespreken. Maar als hij niet komt, de volgende zitting. Hij hoeft niet meer te komen. De verzetprocedure is op gang gekomen. Dus dat is duidelijk. Hij hoeft niet meer te komen. Dus u gaat met hem bespreken of hij misschien toch wel... Misschien wil hij komen. Maar u heeft hem geadviseerd om niet te komen. Ja. Tuurlijk heb ik hem dat geadviseerd. Omdat ik vind dat het een oneigenlijk proces is. En een hele hoop van jullie weten dat het een oneigenlijk proces is. Maar goed, dat zal in de loop van dit proces zal blijken waarom het een oneigenlijk proces is. We zullen natuurlijk ook in de loop... Van deze procedure zullen we ook dat vonnis dat geweest is op 29 november attackeren. Verder vind ik het heel belangrijk dat de veroordeelde verschenen is. Waarmee hij blijk geeft van de rechtsmacht van de krijgsraad te erkennen. En dat is positief. Dus we zien met belangstelling het verder vervolg tegemoet. Wat is de status nou eigenlijk van deze Bouterse? Hij is een veroordeelde. Hij blijft een veroordeelde, maar hij heeft alle rechten die een verdachte heeft. Die menigte die is gekomen om kennelijk hun voorzitter te assisteren. Ik heb daar verder als advocaat natuurlijk geen invloed op. Heeft dat invloed op de zaak? Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat het enige consequenties heeft op de zaak, hoor. Is het van enige invloed op de zaak? Nee, ik denk het niet. Het heeft alleen maar invloed op de veiligheid. Mogelijk. En gelukkig is het tot nu toe heel ordelijk verlopen. Dus daar ben ik zelf ook heel tevreden over. Maar op de inhoud van de rechtszaak heeft het 0,0 invloed.